Hallo, dit is Zwansbol. En wij gaan een let's play maken over een map, een survival map genaamd Sky Pyramid. Ja, we zijn hier nu geland, Yuri. Gaan we doen? Eens beginnen, Jij hè. mocht de tree doen en zal ik de cobblestone generator doen? Keus goed. Fuck yeah. Ja, yeah, fuck. Maar eerst ga ik een infinite water source maken, want daar hebben we blijkbaar nog. Kees goed. Nu. Niks doen met de lava. Nee, ik was er bijna ingevallen. Spech. Waar blijven die saplings, gast? Jij moet die blaren kapot doen. Ja, maar die komen ook vanzelf. Dat duurt langer. Ja. Yes, we have a cobblestone generator. En als dat mag van u, ga ik al wat tools maken. Ja, is goed. Hout ligt in de box. Oké, crafting table. Die zet ik hier. Van de man. The fuck, gast? Van die hele boom krijg ik één sapeling. Welk? Ik krijg één sapeling van die hele boom. Ja, één sapling is genoeg. Zeg je nu als je in de lava gesprongen? Ja. Klinkt als iets dat jij zou doen. Oké, ik ga even wat bone meal maken. En plant dan die sapling terug, hè. Ik ga wat wood hebt voor de Heb eerste nacht. jij die uitgedaan? Ah, nee. Welk? Ik dacht dat jij die had uitgedaan. Welk had je dan? Die sapeling. Je hebt die toch? Oké. Die is al geplant. Hier, een pickaxe. Because you will need it. Waarom zat ik nu stuk? Oké. Goeie. Nu ga ik naar de eerste hidden chest. Deze is al een infinite water source, hè? Ja, ik heb die al Oké, gemaakt. is goed. Each like infinite. Iets like heroin. Each like infinite. Infinite heroin. Ik begin al wat cobblestone, wat stone te minen, zodat we die piramide hier weg kunnen doen. Oké. Want uiteindelijk wil ik hier wel een platform onder maken, snap je? Ja. Dat hier tamelijk nice wordt. Wat bent jij aan het doen erboven? Kleine tree farm. Echt zo. Oké, ik kom eerst deze kool even naar boven doen en die chest. Weet je, hier in de chest zit kool. Is goed. En seeds. En de cobblestone hou ik al bij mij.
Hoeveel bomen moest dat hebben? 10? Ja, pak zoveel mogelijk bomen met dat bone meal. Ja, veel bone meal is dat niet. Is 3, denk ik. Ja. Maar wel, daar kun je wel iets mee doen, hè. Kun je 3 bomen mee zetten. Sure thing. Waarom maakt je zoveel lawaai, gast? Dat ben ik niet. Wat was het dan? Mijn zus. Zeg, dat Maar is je hebt het. al veel saplings. Maar ik wou wood. Ja, in de kist steekt er veel. Krijg jij wat stone? Steekt allemaal in de kist. Oké. Als je nog rommel moet hebben, dus steek keiveel nog in die chest ginter. Ja, is goed. Blablabla. Lunchbus. Blunzebus. Ja, voor de mensen die niet weten, Juri gaat dat nu uitleggen wat een blunzebus is. Een lunchbus, ja. Ook niet belangrijk wat dat is. Het is gewoon. Jawel, dat is belangrijk. Nee, is niet belangrijk. Mensen willen dat weten. Oké, een lunchbus is een handkanon dat piraten vroeger gebruikten. Dan weten die dat tenminste. En de reden dat ik dat gebruik, en dat ik dat grappig vind. Is door iets met een maat van mij en een hond. Als je dat wilt snappen, dan had je er echt bij moeten zijn. Maar het zou raar zijn als je erbij zou zijn geweest, want die kennen we helemaal niet. Dude, the Wat? fuck, maar waar? Aan de mensen die willen weten welk texture pack ik gebruik, ik weet het ook niet van buiten. We posten dat wel mee in de description. Ik heb diamonds en gold gevonden. Waarom vind jij die dingen altijd zo snel? Ik weet het niet, omdat dat hier een kleine map is. Punt. 3 diamonds, als ik me nog goed kan herinneren. En ja, voor de mensen die het wel weten, ik heb deze map al eerder eens gespeeld met een andere vriend. He cheated on me. Ja, inderdaad. Als ik iron vind, kom ik daar even snel koken en dan. De kist staat nog open. Ja, dat is een server glitch. De mensen kennen dat waarschijnlijk wel. Dat de laatste tijd echt extreem veel is. And that's a fact. Nou ja, voor dat je het wilt weten, ik draai de server en Yuri draait traps als opnameprogramma. Yes, indeed. Wat gaan Hij is heel trots op dat we dan al zoveel tijd konden laten werken. Yes. Begint het nu donker te worden? Ja. Maar jij moest er lang over nadenken. Ja, maar ik was bezig in de kist. Maar ik zet wat torches neer. Moet ik een ondergrondse kamer maken? Nee, want ik heb hier ondergronds al een enorm dingen gemaakt.